zij zoekt de warmte bij hem op. Vrienden voor het leven, hij vijzelt haar humeur weer op. Soms is er wel oneenigheid, maar dat duurt gewoon maar even. Ondanks alles zijn zij vrienden voor het leven. Kijk nou toch eens, hè. Wat ligt hij daar nou toch lekker te slapen? Nou, oh, hij is zo makkelijk, hè, Ed? Ja, we kunnen hem overal mee naartoe, maar hij slaapt overal doorheen. Ja. Nou, ik zou er maar flink van genieten, hoor, zolang het nog kan. Ja. Hoezo zolang het nog kan? Nou, voor je het weet kruipen ze rond en dan is het gedaan met de rust, hè, vader? Wat, lief? Dat ze overal rondkruipen. Oh ja, hè? Nou, maar dat lijkt ons ook heerlijk, hoor, hè, Ed? Ja, juist. Ah, ja, 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 nou, wacht maar af. Als het zover is, dan hoor ik jou wel anders piepen. Ja, maar om die ontwikkeling te kunnen volgen door al die fases heen, dat is toch ook heel boeiend, ma? Je bedoelt dat ze overal met die tengeltjes aanzitten? Nou, nee, dat noem ik geen ontwikkeling. Nee, ja, mevrouw Veenstra, dat hoort er toch gewoon bij? Hoort erbij. Oh, en Oedipus helemaal vroeger. Oh, als het maar breekbaar was. Weet jij nog, vader, onze kristallen glazen? Moeder? Onze glazen. Oh, ja, natuurlijk, denk ik wel. Dat Oedipus ze allemaal kapot heeft gemaakt. Oh ja? Ja, echt kristal. Hadden wij nog van tante Magdalene geërfd. Nee, nee, nee. Hier zat chocoladepasta in. Ik kon hem geen moment alleen laten. Ik kwam zelfs helemaal niet meer naar schoonmaken toe. Nou ja, wat vreselijk voor u, mevrouw Veenstra. Ja, nou, en dan mag je nog blij zijn als er geen ongelukken gebeuren. Nou, maar nee, nee. Nee, nou, mama, maak je maar geen zorgen, daar letten we heus wel op, hè? Ja. Oh, ja, ja, hoor, dat zei de dochter van mevrouw van der Gaarkeuken ook, weet je nog, vader? Wat, moeder? Dochter van mevrouw van der Gaarkeuken, had ook een baby. Had? De dochter van mevrouw van der Gaarkeuken? Ach, ja, je weet wel, die op die flat woonde, 13 hoog. Met dat balkon. Met die spijlen die zo ver uit elkaar stonden. Ik mag het verdennen met mijn Veenstra. En wat is er dan gebeurd met die baby, ma? Niks, zit op de kleuterschool. Maar wat had er niet kunnen gebeuren? Oh, maar alsjeblieft, dat soort verhalen, daar kunnen Ellen en ik niet meer zo goed tegen, nee, hoor. Sinds Marco er is. Nee. Ha, nou, je zal wel moeten, want dat is de verbitterde realiteit. Nee, nee hoor, geniet er nou maar van. Want straks zal je nog naar deze tijd terugverlangen. Hij slaapt daar mooi zo. Ik heb trouwens gelijk even de wieg gecheckt, hoor, ook. Waarom? Nou, of die spijlen niet te ver uit elkaar. We laten ons niet opnaaien, nee, hoor. Jouw moeder met die hysterische verhalen altijd. Nee, maar er zit natuurlijk wel een kern van waarheid in. Ja, vast wel. Want zo'n kind is natuurlijk ook kwetsbaar. En als vader ben je dan verantwoordelijk. Ja, nee, goed, daar heb ik het dan ook niet over. Maar dat zou je toch gebeuren als vader, dat je kind van de trap afmietert? Ja. Huh? Er is natuurlijk wel één ding wat scheelt. Ja, wat dan? Dat wij geen trap hebben. Nou. Slaap lekker, Ed. Ja, dat is het. Oh, trouwens, El, even. Ja. Hij is toch geïnjecteerd, hè? Ja, natuurlijk. Ja? Waar tegen allemaal precies? Nou, kinderverlamming. Tering. Ja. Tyfus. Ja. Pokken. Ja, Ed. Zullen we het voor de zekerheid niet nog een keer laten doen? Nee, Ed. Nee, maar en de mazelen dan en zo? Dat zijn kinderziektes, dat hoort er gewoon bij. Dat hoort erbij. Ja. En het is beter dat hij ze nou krijgt, want op latere leeftijd is dat ook nog veel gevaarlijker. Oh, wacht even, ik geloof dat ik wat hoor. Wat? Ja, misschien droomt hij, Ed. Kan jij misschien anders even gaan? Ja, shit. Nee, maar ik ben al een keer geweest. Aan de hand, Ed. Hij ligt stil. Hoe stil? Oh, Ed, alsjeblieft, hè. Nee, Ed, luister nou even. Nou, goed nieuws, El. Niks aan de hand.
Ben je iets kwijt of zo, Ed? Oh nee, ik probeer alleen ongelukken te voorkomen, dus ik doe even een kruiptest maar. Oh, vandaar. Ja, nou, dan kan je dus beter je verplaatsen in de psychologie van zo'n klein kind, snap je? Nee. Nou kijk, stel, ik ben Marco, ja? Kruip, 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 kruip. Ah, nou, hier, dat bedoel ik. Stopcontact, dat is toch levensgevaarlijk? Je moet er toch niet aan denken dat hij zijn vingers in die gaatjes steekt? Nou, dat lijkt me niet, Ed. Er zijn die gaatjes veel te klein voor. Ja, op zich wel. Maar je leest dus wel eens dat ze soms een haarspeld erin wil. Geef eens een haarspeld even. Kijk, kijk hier, precies zo, dit. Wacht even hoor. Shit. Lukt het niet, Ed? Nee, ik krijg hem er niet in. Geef eens even een hamer. Nou, dan moeten we toch vooral maar geen haarspelden laten slingeren, geloof ik, hè? Nee, oké, laat dat maar eventjes zitten. Goed, stel, ik ben Marco. Ja? Kruip, 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 kruip. Aha. Bleekwater. Dat is toch levensgevaarlijk? Dan kunnen we het toch niet zo hier laten staan? Hij kan het zo leeg drinken. Hoe gaat dat ding open, El? Precies? Nou, als jij nou ook eens een keer de place schoon zou maken, Ed, dan zou je weten dat dat een kinderveilige sluiting was. Ja, nou in ieder geval, dat moet weg, dat ding, dat kan hier niet blijven staan, dat is levensgevaarlijk. Goed. Kruip, 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 kruip. Nou, hier, precies, hier. El, wat vind jij nou van deze deur? Levensgevaarlijk, hè? Ja, stel, ik ben Marco, hè? Ja. Oh, kijk, wat een mooie deur. Die deur die kan open, de deur die kan dicht. Daar is ziek. Nou, dat is toch maar goed dat je zo'n test doet, hè, Ed? Want voor hetzelfde geld was er een ongeluk gebeurd. Ja, wat heb jij nou? Oh, niks. Oh. Nee, dat hoor ik. Zeg, heb je nou weer een te dik plankje gepakt bij karateles, jongen? Nee, ik heb alleen even ons huis getest op kinderonveiligheid. Oh, en? Nou, dat is wel gebleken, zeg. En bij mij zijn het alleen nog maar mijn vingers, omdat ik een volwassen vent ben. Maar met een klein kind zou meteen die hele hand zou weg geweest. Oh jee. Ja, nou heb ik het er graag voor over, voor de veiligheid van mijn zoon. Nou, dan is het goed. Ik wou er eerst nog draaideuren in zetten, maar dat wou Ellen niet hebben. Hoe is het mogelijk? Ja. Maar wat vind je er nou toch van dat ze zo'n huis zo bouwen dat ze daar geen rekening mee houden met dat soort dingen? Schandalig. Ja, want ik bedoel, zo'n klein kind moet je toch indenken dat dat zo'n vreselijkste ongelukken kan krijgen op die manier. Nou. Zeg, maar zijn jullie niet verzekerd dan? Ja, dat weet ik niet. Ellen regelt dat altijd. Ja, nee, maar daar heb je het al, jongen. Heb je je polis niet laten aanpassen dan? Waaraan? Nou, als je een kind krijgt, dan moet je de dekking uitbreiden natuurlijk. Oh ja? Ja, natuurlijk. Dat is een bron van onkosten, die kinderen. Ze worden ziek, ze krijgen ongelukken, ze breken de boel af, ze slopen je hele huis. Hou maar weer. Ze steken je huis in de fik, ze slaan de buurkinderen het ziekenhuis in. En wie gaat dat betalen? Veenstra. Veenstra? Ja, natuurlijk. Jij bent degene die verantwoordelijk is en aansprakelijk als gezinshoofd. Dus ik zou me maar laten bijverzekeren, jongen. En als de sodemieter, voordat het straks helemaal niet meer kan. Hoezo niet meer kan? Omdat ze binnen de kortste keren met die DNA in de weer gaan. Oh ja? Zo snel al? Nou, ja. Wat was dat ook alweer precies? Nou, jongen. Zegt die algemene ontwikkeling van jou. DNA, dat is met je erfelijk materiaal, wat in je genen zit, weet je wel? Oh ja, dat was het. Ja, ik heb het weer. Dan kunnen ze aan je genetisch materiaal zien wat voor vreselijke ziektes je later krijgt. En dan word je daarvoor dus uitgesloten in je polis. Dat ze niet uitkeren, bedoel je? Precies, dat ze niet uitkeren. En wie is dan weer de klos? Veenstra. Shit. Precies. Maar hoe meten ze dat dan? Nou, je genetisch materiaal dat is een soort blauwdruk van al je erfelijke afwijkingen. Of je creatieve aanleg hebt bijvoorbeeld. Ja? Of dat je vatbaar bent voor verschillende kwalen. Of dat je kaal wordt. Of dat je criminele inslag hebt. Criminele inslag? Ja. Ja, dag. Wij voeden Marco op met allemaal normen en waarden. Hoe kan hij dan ooit crimineel inslaan? Als dat in je DNA zit, jongen, dan kan je het schudden. Doe je niks tegen? Nou, daar zijn we dan mooi klaar mee. En hoe komen ze daar dan achter? Dat is voor de geboorte even een vruchtwaterpunctie doen ze dan. Ja, maar dat hebben ze niet gedaan hoor, bij ons volgens mij. Nee, omdat het nog niet verplicht is. Nog niet. Dus dan kan ik maar beter als een sodemieter erbij verzekeren. Dat bedoel ik. Ja, voordat ze erachter komen wat er allemaal mis is met Marco. Nu kan het nog, in ieder geval. Over een jaar was je helemaal te laat geweest, jongen. Paul, geef eens even een telefoongids. Waar heb jij een telefoongids voor? Nou, ik moet als de sodemieter zo'n verzekeringsvent opzoeken. Nee hoor. Ken jij Jacob nog? Welke Jacob? Mijn oudste broer. Oh ja. Nee, maar die zit dus in verzekeringen. Ja, ja.
sinds kort. Kijk, dat is boffen, hè, jongen. Je hoeft alleen maar even te zeggen dat ik je gestuurd heb, komt alles... Paul, dat al die 80.000 broertjes, neefjes, achterneefjes en zwagertjes van jou een of ander onduidelijk bedrijfje in de marge van de samenleving erop nahouden, duidt dat misschien op een bepaalde erfelijke belasting in het DNA-materiaal? Ik wil je alleen maar matsen, hoor, jongen. Ja, dat matsen van jou, dat kennen we, ja. Nou, doe je... Doe je het toch niet? Het is mijn kind niet. Kan mij niks schelen, hoor. Maakt mij niet uit wat voor vreselijke ziektes en ellende, afgrijzelijke afkijkingen... Oké. Maar ik ga alleen praten. Alleen maar eventjes met mijn licht opsteken in die verzekeringsbranche. Ja, ik teken niks. Ha. Zeg, en dit heb je allemaal getekend? Ja. Papa, daar zit je eraan vast, hè? Nee, maar kijk, op, wacht. Nou ja, gelukkig zo. Iedere rechtbank dit ongeldig verklaren. Als we aan kunnen tonen dat jij op het moment van het signeren geestelijk onbekwaam was. Nou, dat moet geen probleem zijn. Wat? Nee, maar kijk, op, er zat haast achter. Eens even kijken. Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Marco Veenstra. Ja, nee... Kijk, stel hij heeft een krantenwijk en hij wordt ziek. Ja. Wat hebben we hier? Een prikpolis? Ja. Dat is namelijk, als hij al die ziektes waar hij dus voor ingeënt is, dat hij die toch nog krijgt. Snap je? Zeg, wat mag een vredesnaam een mazelenrecidieveclausule zijn? Nou, dat is als hij dus de mazelen heeft gehad, maar hij krijgt nog een keer de mazelen, dan keren ze meteen uit. Ja. Jochie, naar mijn bescheiden mening ben jij op een ongelofelijke manier in hoge mate besodemieterd, weet je dat? Zeg, even de kleine lettertjes kijken. Oh, shit. Wie dit leest is gek. Hè? Oh ja, leuk. Leuk, ja. Overeenkomsten betrekking hebben op kinderen van onder de 6 jaar bezit uitsluitend dan rechtsgeldigheid wanneer beide ouders en of toeziend voogd voor akkoord getekend hebben. Nou, dat is je geluk, jongen. Ja. Ja, want Ellen had je levend gevild, hè? Maar op, ik wou alleen maar een beetje veiligheid creëren voor de toekomst, ja, voor ons kind. Ja, nee, dat scheelt een stuk, zeg. Eens kijken wat we hier hebben. Ah, een WA-verzekering. Nou, dat slaat tenminste ergens op. Ja, precies. Voor als Marco eens een keer per ongeluk schade aanricht. Ja, goed. Kan altijd gebeuren. Ja. Dekking 25 miljoen? Ja. Maar dat is dan dus inclusief advocaten en proceskosten en zo. Pardon? Nou, voor als hij bijvoorbeeld later overvallen gaat plegen met een mes. Als hij 8 is. Leuk voor die jongen, hè, dat zijn vader zo vertrouwen in hem heeft. Nee, maar op, je kan nooit weten. Je kan nooit weten. En dan ga je jarenlang van die krankzinnige premies voor betalen? Oh, nou, dat heb ik best wel over, hoor, voor mijn eigen zoon. Heus wel. Zeg, stel nou eens. Ja? Ik bedoel, ik weet, ik ga ver, hoor. Ja. Misschien zelfs te ver. Nou, ja. Maar, gestel nou dat die jongen niet de moordende, plunderende bandiet wordt die jij nou voorstelt. Krijg je dan in geld terug? Nee, maar op de pest is, je kan het gewoon niet weten. Als het in zijn DNA zit, dan kunnen we het wel schudden. Ja. Dit kan ik niet aan zonder drank. Nee, maar op, luister even, kijk. In je DNA zit dus je erfelijke blauwdrukken. Voor wat in je genetisch materiaal zit. Dat je bijvoorbeeld misschien later muzikaal wordt of gewoon kaal. Of... Dat hadden wij gelukkig vroeger niet, zeg. Alsjeblieft, we gingen gewoon opvoeden met je gezond verstand, hart op de goede plaats. He, ik bedoel, duidelijk, dat mag wel, dat mag niet. Maar verder, nee. Ja, nee, maar als het bij jullie niet goed was, was het ook meteen van kletsboom dreun natuurlijk, hè? Ja. Zeg, alsjeblieft, slaan heb ik altijd een zwakte bot gevonden. Ja? Heb jij ma wel eens geslagen vroeger? Te weinig. Nee, dat is dat hij de trap niet op kan, maar dat hij er ook niet af kan. Dus het is een dubbele beveiliging eigenlijk. Goed, hè? Ja. Het zijn maar 2 treetjes. Ja, maar voor zo'n kind heeft dat een enorme gevoelswaarde natuurlijk, hè? Want, kijk, ik ben 1,80, zeg maar. 1,78. Ja, maar afgerond, hè, natuurlijk. En Marco is 30 centimeter. 62. Ja, dus het is maal 6. Dus dat betekent dat het voor hem de gevoelswaarde heeft van 12 treetjes, zeker, zo'n trap. Wat heb je met die tafel gedaan? Ja, dat is een dopje. Dan kan hij zijn hoofd niet zo hard stoten.
Oh, geweldig, Ed. Ja, goed, hè? Ja. Ja. Stel, ik ben Marco, hè? Kruip, 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 kruip. Ja. Hé, hey, een dopje. Ja, een dopje. Mm, oh, dat zal lekker smaken, zeg. Mm. Oh, wat nou? Ik stik. En wat is daar dan die prachtige grond van, Ed? Dat is, kijk, stel er staat hete koffie op tafel, ja. Dan trekt hij dat misschien over zich heen. Maar, nou kan hij er dus niet meer bij, snap je? Ja, geweldig, Ed. Maar ik ook niet. En ik ben net zo gek op hete koffie. Ja, El, kom op. Hey, ik maak wel even een nieuwe voor je. Maar ik bedoel, dat is voor de veiligheid van Marco, toch? Oh, maar ik durf Marco hier niet eens meer de kamer in te laten met al dat stof en zaagsel in de lucht. Ja, ik moet misschien als ik klaar ben even een beetje stofzuigen. Dat... Nou, voor anderhalf jaar zeker. Nou, dat doe ik zelf wel even. Oh, nou, dat vind ik hartstikke lief. Dan is de afwas voor jou, ja? Ja, jawel. Dat moet ik wel. Ed? Hè? Er zat hier vroeger een stopcontact. Ja, maar die was me echt veel te onveilig daar, dus die heb ik een beetje verplaatst. Veilig, hè? Nou! Ed? Hè? Er zit nog iets in. Een haarspeld of zo. Ja, die kon ik er niet zo goed uitkrijgen. Oh, trouwens, ik heb nog een paar handtekeningen van jou nodig. Wacht even. Handtekeningen? Ja. Kijk, hier, dit. Nou. Wat is dat? Dat is een beetje bijverzekeren om wat meer veiligheid te creëren voor de toekomst, weet je wel. Ja. Huh? Ja. Een bezoekuurpolis? Ja. Nee, dat is heel doordacht namelijk. Het zit heel goed in elkaar, want stel Marco krijgt een ongeluk, hè? Dan zijn wij natuurlijk hartstikke zenuwachtig. Ja, dat zal zeker wel, ja. Maar dan vergoedt de verzekering dus onze kosten voor de taxi naar het ziekenhuis. Ed, wij moeten eens even praten. Nee, maar dan krijgen we namelijk geen ongelukken, dus dat is heel verstandig. Kijk, ik vind het natuurlijk hartstikke lief van je dat je zo bezig bent met de veiligheid van je kind. Van ons kind, hè? Maar ik vind dit toch wel een tikkeltje overdreven, hè? Nee, maar El, je moet je indekken tegen alle dingen die in de toekomst misschien wel kunnen gebeuren. Dat moet, dat is verstandig. Oh, trouwens, wat dat betreft. Kan jij je nog herinneren dat Marco geboren werd? Ja, nou, dat zit nog wel redelijk ergens in mijn hoofd, ja. Ja. Wat is er toen eigenlijk precies gebeurd met dat vruchtenwater? Ja, nou, dat klinkt nou misschien heel gek, hoor, Ed, maar ik lag toen nogal te baren, hè, dus dat weet ik niet meer zo precies. Heb ik niet op gelet? Nee, jij lag te baren natuurlijk. Ja. Nee, dat geeft ook niet. Wat was je daarmee van plan? Nou, daar zitten namelijk je genetische blauwdrukken in. Dan weet je dus wat voor ongelukken die allemaal kan krijgen en wat voor ziektes. Ed, luister. Ja. Kijk, Marco zal de komende jaren nog minstens 30 keer ziek worden. Hij zal zich nog minstens 20 keer te barsten vallen. Nou, niet zeggen. En dat voorkom je niet, maar het is ook helemaal niet erg dat we daar niks aan kunnen doen, Ed. Want dat hoort er nou eenmaal bij. Hm? Ja, weet je wat erg is voor een kind? Ruziënde ouders, echtscheidingen. Ja, maar ik doe die afwas heus wel. Als wij nou gewoon proberen om samen het gezellig te hebben, Ed, dan is dat de beste veiligheid voor een kind. Ja. Ja, ik vind dat je gelijk hebt. Ja hoor, ja. Dankjewel, Ed. Dank je. We moeten nog zo'n polis erbij nemen voor als een van ons twee gaat scheiden. Dat is het. Ik weet het niet hoor, Ed. Zo'n vent die heeft toch ook wel wat anders dan zijn kop? De man is gynaecoloog. Daar mag je toch wel iets van betrouwbaarheid van verwachten. Hij was nog pissig ook dat ik belde. Nou, misschien zat hij net midden in een onderzoek. In wat voor land leven wij nou eigenlijk? Dat de gynaecoloog gewoon je vruchtenwater door de gootsteen spoelt, hè? Volgens mij zou dat in elk land gebeurd zijn, Ed. Ja, maar nou zitten we dus voorkomen in de voorkomen onzekerheid verder. Dat is toch niet te geloven? Nou, dan huur je een helderziende. Ja, hè? Ja. Weet je. Hé, hey, paparazzo! Papsi de papsi! Kom verder. Doe alsof je bij me thuis bent. Als je deze af hebt, kan hij meteen naar de chef. Ja, oké. Okay. Zeg, papje, ben jij misschien helderziende? Nee. Maar toch weet ik van tevoren altijd precies wat jij gaat zeggen. Gek, hè? Ja, ja. Nee. Maar Edje, die heeft problemen met de toekomst. Ja? Ja. Ach, wat dan? Nee, niks. Gewoon alleen dat mijn zoon dus niet weet wat hij op zijn levenspad tegenkomt. En ik ook niet. Dus ik kan er niet inspringen alvast vooruit. Ja, ja. Wat is de sterrenbeeld? Oh, dan moet je bij Ellen wezen. Dat weet ik niet. Weegschutter of zo, kan dat? Boogschutter. Ja, zoiets, ja. Ja, of weegschaal. Ja. Ja, ja, dat schiet lekker op, zeg. Nou, doe dan die eerste maar. De boogschutter, oké. Okay. Ja. En de ascendant?
Nee, die was het niet. Nou, positieve eigenschappen van de boogschutter zijn avontuurlijk, optimistisch, idealistisch. Ja, verdomd, dat heeft hij heel sterk. Ja, dat is zit je nou te zijn. Zo'n kind heeft nog helemaal niks. Ja, honger. Hoe weet je dat nou? Dat spreekt heel duidelijk uit die ogen al. Die blik heeft nou al zoiets van dat avonturistische, die horizon willen verlengen, van dat boogschieterige. Dat is waanzinnig. Ja, het is wel best met jou. Ja. Negatieve eigenschappen zijn, ruw, macho, beetje egocentrisch. Zo? Nee, dan is het denk ik toch meer een weegschaal, hoor. Ja. Zeg, papje, stond daar nou ook in dat jij, zie je binnenkort een hele knappe donkere man zou ontmoeten? Hè? Nee. Wel dat ik uit moest kijken voor spijsverteringsklachten. Staat er ook iets in dan over de ongelukken die hij nog gaat krijgen? En over de ziektes en de kwalen? Dat weet ik allemaal ook niet, joh. Ik heb het ook maar uit de FIVA. Ja. Maar weet je, Annemiek van de Typkamer, die heeft er een heel boekje van. Loop anders meteen even mee. Ja. Hè? Ja. El, ik heb het helemaal rond. Het is helemaal voor elkaar. Hi, Ed. Hi, El. Hoe was je dag vandaag, El? Nou, gaat wel, Ed. Zou jij van mij een kusje willen, El? Nou, dat gaat er altijd wel in, Ed. Hè? Oh, ja. Ja. El, ik heb een boek gevonden over astrologie. Dat is echt bam, weet je wel. Sinds wanneer geloof jij in astrologie? Wist jij dat in de Chinese astrologie is Marco een paling? Ja. En een paling is gul, liefdevol. En geestelijke diepgang, maar gevoelig op de luchtwegen. Maar daar heb ik iets heel anders voor. 49,95. Ja. Verborgen krachten der edelsteen 69,90? Ja, want wat staat daar namelijk in? Wat helpt tegen de luchtwegen? Een ametaas. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb meteen een stukje ametaas gekocht. Dan kunnen we dat misschien bij Marco in zijn wieg leggen. €150? Ja, maar het is voor Marco zijn toekomst natuurlijk, hè? Uh-huh. Elf, hier, kijk. Wat ga je daarmee doen? Ga je dat ook in zijn wiegje leggen? Nee, natuurlijk niet. Hier zo, stuk hout in zijn wieg. Nee, dat is om af te kloppen namelijk. Want dat heeft alleen maar zin als het op ongeverfd hout gebeurt. Anders slaat het nergens op. 39,50? Ja, maar het is ongeverfd, hè? Kijk uit, hier, kijk. Hey. Oh, shit, splinter, wacht even. Nou, dat wordt alles bij elkaar wel een behoorlijk dure toekomst, hè, Ed? Ja, nee, maar kijk, alles wat dus niet in zijn horoscoop staat, hoeven we ook niet te verzekeren natuurlijk. Ja, dus dat scheelt. Ja, oh ja, dus je bedoelt dat eigenlijk dit stuk brandhout en die zwerfkei zichzelf terugverdienen. Ja, maar kijk, als het wel in zijn horoscoop staat, moeten we het ook wel verzekeren. Anders neem je echt gigantische risico's met het leven van je kind. Behalve dan weer die luchtwegen natuurlijk, want daar hebben we die ametaas weer voor. Ja, ja. Zie je wel? Nou, laten eens kijken. 150 gulden plus 39,50 plus 69,90. 49,95 plus, wat is dit? Het vorige leven van Dennis Bergkamp. Ja. 139,50. Ja. Zo. Ja, maar nou komt het leuke, El. Want in mijn horoscoop staat namelijk dat ik dus binnenkort succes in zaken zal hebben. Zo, wat ontzettend leuk voor je, Ed. Ja. Enorm. Ja, wat moet je daar denken? Maar dan moet je dus wel heel veel succes hebben. Wil je dit allemaal terugverdienen? Nee, maar laat me even reëel wezen. Succes in zaken. Dat kan toch maar één ding betekenen? Opslag. Jij denkt dat je opslag krijgt? Ja, dat kan toch bijna niet anders? Succes in zaken. Deze week. Hi, Ed. Gaat het? El, we zullen echt een stuk zuiniger moeten gaan leven. Is er wat gebeurd of zo? Ja en nee. Kan je misschien ietsje duidelijker zijn, Ed? Ja, er is iets gebeurd, ja. En nee, er is iets niet gebeurd, nee. Misschien nog ietsje duidelijker? Nou, dat die astrologie ook mooi waardeloos is. Oh, je hebt geen succes in zaken gehad. Oh ja, ik heb enorm succes in zaken gehad. Ik heb een compliment gehad van de chef. Oh, nou, dat is toch hartstikke mooi dan? Dat is prachtig, ja, maar er waren mij in wezen wel even hele andere dingen toegezegd, indirect. Ja, ja. Je bedoelt dat je eigenlijk gerekend had op opslag? Ja, dat mag je wel zeggen, ja. Maar dat viel niet zo best. Wat zeg je? Jongen, zeg. Heb je dat tegen je chef gezegd? Nou, niet direct in die bewoordingen. In welke bewoordingen dan wel? Nou... Ed? Nou, ik heb heel gewoon gezegd van... geef maar liever loonsverhoging, wat heb ik aan die slappe praatjes?
Ik bedoel, wat moeten we nou verder met de toekomst? Ik had de toekomst rond, donderd het hele financiële plaatje in elkaar. Zal ik jou eens wat zeggen, Ed? Ja. Als jij niet zo nodig de toekomst had willen weten, dan was je nou dolblij geweest met dat compliment. Oh, nou is mijn schuld ineens. Nee. Zal ik jou eens een toekomstvoorspelling doen? Nee, alsjeblieft. De eerstkomende 3 jaar krijg jij geen opslag, zie ik in de sterren. Nee, maar El, hoe moet dat dan met al die verzekeringspremies? Er moet helemaal niks meer. We moeten gewoon gaan leven zoals een gewoon, normaal verzekerd gezin. En als er dan wat gebeurt, Ed, dan lossen we dat gewoon normaal samen op. Vind je dat ik me een beetje belachelijk heb gemaakt met die horoscoop? Wel, nee, Ed. Nee, hoor. Nee, je liep gewoon een beetje hard van stapel. Ja. Sorry. Nee, joh, dat hoort allemaal tot het goede doel. Ja, dat wel. Nou. Nou. Zal ik er maar een beetje gaan opruimen hier? Ja, dat zou ik maar eens een beetje gaan doen. Ja. Zal ik je dan maar eens een beetje gaan helpen? Oh, El, je bent een schat. Nou, kom op. Ja, oké. Zeg, succes in zaken. Oh, succes in zaken is ook ongelofelijke onzin ook, hè? Weet je wat er nog meer in die horoscoop stond voor voorspelling? Nou. Dat ik binnenshuis een schokkende ervaring mee zou maken. Dat was het. Vrienden voor het leven, kameraden tot de laatste dag. Vrienden voor het leven, als het kan, als het lukt, als het mag. Samen voor een lange tijd de eenzaamheid verdreven. Boven alles zijn zij vrienden. Zijn zij vrienden?